Hey lieve allemaal, ik zit hier bij mijn kerstboomhand. Ja, officieel zit het me nog een beetje in de periode van kerst. Het is allemaal wel 2 januari, maar ja, we gaan het niet moeilijk over doen. Ik ga vandaag voor jullie de Duty Box unboxen. En voor ik met de unboxing begin, heb ik eigenlijk een kleine mededeling. Laatst zat ik er een beetje doorheen, dat hebben jullie misschien wel gezien in de live update. En ik heb toen een paar reacties gehad en dit en dat. En ik heb daaruit besloten dat de Duty Box niet meer elke maand online komt. Maar dat ik hem dus wel maandelijks opneem en een maandje wel, een maandje niet, een maandje wel, een maandje niet. Maar dat zijn dan 2 boxen in 1 keer. Dus je krijgt sowieso wel elke maand nog de box te zien. Maar dan gewoon soms met een maandje vertraging dat ik hem opschuif naar de volgende maand. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nee, dat wil ik helemaal niet. Nou ja, dan ga ik natuurlijk wel gewoon verder opnemen zoals ik het nu doe. En hem elke maand online zetten. Maar er kwamen wat klachten, de zaak is. Dat Duty een iets te vaak terugkomt onderwerp is. Omdat het dus effectief wel om de 4 weken terugkomt. En ja, de box. Dus laat maar weten, ben je voorstander hiervan of niet? En dan hou ik er rekening mee voor volgende maand. En anders is pas de volgende box die je ziet, januari, februari, ergens de eerste week van februari. Maar we gaan deze snel uitpakken. Ik heb al stiekem gezien wat erin zit, want mijn moeder heeft hem ook. En die had hem al uitgepakt. Dus ja, daar gaan we. De intro. Het is natuurlijk niet moeilijk om van december een leuke maand te maken. De feesten warmen elk jaar opnieuw onze huiskamers en ons hart. Maar laten we eerlijk zijn bij het zien van de postbode met je Dutybox december. December Dutybox beter. In de hand maak je haar toch nog steeds het kleine sprongetje. Fijne feestdagen lieve Dutystas en we kijken er zeker naar uit om jullie volgend jaar nog meer te verwennen. En ja, dan dus de producten. Ze zitten alles weer in een zak. Ik vind de box zo leuk. Kijk even van die kerstkristalletjes beneden. Oh, deze ga ik echt bijhouden. Die is te mooi. Maar we gaan snel kijken wat erin zit. Het is niet zo heel veel, trouwens. Het zijn maar 3 producten. Let's go. Het eerste is de So Susan Mesmer Eyes Waterproof Liquid Eyeliner Black. De full size. En die kost $26,40. Ik zal hem even uit het doosje halen ook. En een eyeliner gebruik ik niet zoveel. Maar dit is hem. Jutistas van vorige maand, die ontvingen ook al een waterproof mascara, maar geef toe, daar hoort eigenlijk een waterproof eyeliner bij. U vraagt, wij draaien de Black Beauty in de Duty Box van december. Een vloeibare eyeliner aanbrengen vergt wat oefening, dus stellen we meteen, stellen we voor beter dat je meteen aan de slag gaat. Hij is hypoallergeen, zonder parabenen en niet getest op dieren. Ik ben een kluns met vloeibare eyeliner, ik moet dat echt een keer leren. Maar ja, ik mag er wel bij zitten, ik vind het wel fijn. Vervolgens krijg je van ons het Rise and Shine Travel Pack toegestuurd. Het is een setje bestaande uit vier, dat zei ik heel Nederlands. Ik ben een halve Dutchie, maar in mijn video's ben ik gewoon Vlaamse stijl. Dus krijg je 4 must-haves van Balance Me in travel size, zodat je deze hele handige producten altijd bij de hand. En het bestaat uit een shampoo, conditioner, hand and body revitalizing wash en hand and body lotion. De shampoo zorgt ervoor dat niet dus de koude dingen die de winter brengt een beetje tegenhoudt. Geen sulfaat, siliconen, protect and shine met aloe vera mee. Camille grapefruit, zacht en doeltreffend. En 200 ml trouwens. 30 ml. De full size is van 200 ml en 4 pond en een half. Dus deze zijn iets goedkoper. De conditioner is eigenlijk een beetje hetzelfde als de shampoo met amandel en arganolie. Geeft het een blij boost, glans, ja, van alles. De body wash, droge handen in december. Ja, helaas hoort dat er ook bij. Je kan hem gewoon meenemen onder de douche of voor je handen te wassen, goed voor droge plekken, gevoelige huid. Unisex geurtjes, dus kan voor man en vrouw. Dus als je met je vriend wil douchen, dan kan dat gewoon. En ja, je kan het gewoon delen, zoals het kan tijdens feestdagen.
En dan zit er dus ook de body lotion bij. Die heeft dan weer een beetje hetzelfde effect als de body wash. Met amandelolie, pepermunt, aloe vera. Ach, killer combo. What the fuck? Citroen. Verzorgende ingrediënten die nog iets lekker ruiken. En mooi contrast voor de glue wine die te dampend te wachten staat. Ja, dus een travel size setje. Het is wel leuk, maar ja, mijn moeder zei ook al, het is zo lang geleden dat er een goede dagcreme heeft bijgezeten, of een serum of dit of dat. Als je erin krijgt, is het een kleintje. Dus Judy, we zijn een beetje zat dat er altijd shampoos en bodywashes en eyeliners bij zitten. Een beetje weer meer... Ik snap het wel, Judy is groter geworden de afgelopen jaren. Heeft meer abonnees, dus het is moeilijker om exclusieve producten te geven, maar ja... Een beetje meer variatie in 2017 zou wel welkom zijn. Maar ja, houd ons niet tegen dat we nog één productje hebben. En ik heb mijn boekje liggen en ik krijg hem weer open. Oké. De Mercy Hand Cherry Sherry Hand Cleansing Gel. Deze is de 30 ml als het goed is. Ja, en die kost 3 euro. Dus een boost voor je immuunsysteem. In hartje winter kan je ook makkelijk verkoudheden oplopen. Dus dan komt deze kleine handige vriend zeker van pas. Dankzij de handreiniger in zakformaat heb je in een halve minuut tijd weer schone handjes. Tada! Ja. Dus deze handgel hebben we al gehad. Is leuk, is fijn. Ja. Dus dit waren de eigenlijk maar drie beauty producten van deze maand. Dat zijn er in principe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Ik kon even niet meer tellen. Ja. Ben ik er blij mee? Ja, tuurlijk. Ik ben altijd blij met een dutybox, sowieso. Maar ja, dit komt wel van pad altijd, hand cleanser. En dan deze zullen we ook wel gebruiken. Een shampoo, een conditioner, een body wash. Body lotion gebruik ik iets minder. En ja, deze, we gaan er gewoon mee aan de slag en oefenen en dan komt dit helemaal goed. Als jullie dit leuk vonden om te zien, alsnog een super 2017 gewenst, wil ik toch even de video mee afsluiten. En laat vooral weten of je dus duty ofwel helemaal niet meer wil zien. Of je het maar om de zoveel tijd wil. Hey! Ik ben aan het opnemen! Oh! Ik moet zo weg, dan moet ik je nog spreken. Kijk! Ik ben aan het opnemen! Say hi! Maar ik moet zo weg, dus dan dacht ik bel je, maar... Ja, ik ben klaar.